Ik ben kickrechtstrainer. Ik studeer rechten. En als ik niet bezig ben met studeren, dan zit ik het liefst op een terrasje. Of ik sta lekker in de sportschool. Helaas zijn die privileges ons nu ontnomen. Dus waar ik me nu vooral mee bezig hou in mijn vrije tijd is binnenlandse en buitenlandse politiek. Nou, ik ben Roman, ik studeer biologie en ben studentvoorzitter van de faculteitsraad Beta. Daarnaast zit ik in de feestcommissie van mijn studievereniging. Ja, de reden dat ik bij VUUR zit is omdat VUUR een partij is die er uiteraard voor de studenten is en sterke idealen heeft, maar vooral ook gewoon goed weet hoe je die moet bereiken. En dat is door naar studenten te luisteren en dat doen we het best. Ik ben Stefan Verhulst, ik studeer rechten en ik ben penningmeester van studentenkamerkoor US Kantorij. UU in Actie is de nieuwe partij die gelooft dat medezeggenschap begint bij een kritische houding, bij een samenwerking tussen studenten en docenten en bij de focus op de grote thema's. Mijn naam is Pepijn Lapidaire, ik ben 20 jaar oud en ik ben de lijsttrekker voor de Partij voor de Utrechtse Student. Ik ben tweede jaar student geschiedenis en ik ben lid van het USC. Volgend jaar wil ik me inzetten voor de actieve student namens de Partij voor de Utrechtse Student in de Universiteitsraad. Nou, niet alleen het komende jaar natuurlijk, maar ook de komende jaren. VUUR zet zich altijd langs van alle partijen in voor de studenten en zal dat ook altijd nog blijven doen. Onafhankelijk van hoe je op de universiteit bent gekomen. Maar ja, belangrijke onderwerpen zijn natuurlijk het verduurzamen van de universiteit, onderwijskwaliteit en het studentenwelzijn. Te vaak is er gesproken over gratis koffie. Te vaak wordt er met het bestuur meegestemd. En dat terwijl we voor enorme uitdagingen staan. Kwalitatief, verdiepend onderwijs in plaats van een diplomafabriek. Broodnodige investeringen in het WO. Een klimaatneutrale universiteit. Een weg met de hiërarchie die onze universiteit verstikt. Studenten moeten PvdA stemmen als ze uiteraard onderwijs, de flexibiliteit van het onderwijs en de digitalisering van het onderwijs belangrijk vinden. Daarnaast zijn wij als PvdA heel erg bezig met de actieve student. En willen wij ons inzetten om het actieve studentenleven zo leuk mogelijk te maken in Utrecht. Dus als jij student bent die het onderwijs heel erg belangrijk vindt en daarnaast graag zoveel mogelijk wil doen buiten je studie om, dan is de Partij voor de Utrecht Student de partij voor jou. De Vrije Student is een partij die de keuzevrijheid van studenten waarborgt. Wij vinden dat van essentieel belang voor een gezond academisch klimaat. Wat we daarmee bedoelen is dat we geen universiteit willen die bepaalt wat jij wel of niet mag eten of wat je wel of niet mag denken. En die toekomst, ja, die hangt nu als een onheilspellende wolk boven Utrecht. Bij deze een toezegging dat wij daar volgend jaar alles aan gaan doen om het zonnetje weer te laten schijnen. In de raad zullen wij ons pittig opstellen. Een warrig verhaal van het bestuur voldoet niet meer. Wij willen weg van de universiteit als fabriek en we willen naar een universiteit gebaseerd op vertrouwen in studenten. En docenten. Volgend jaar willen we ons als PvdA bijvoorbeeld gaan inzetten voor een verruiming van de openingstijden van de UB. Daarnaast willen we ons graag ook blijven bezighouden met de communicatie tussen de universiteit en alle studentenorganisaties in Utrecht. Wij willen ervoor zorgen dat er een eerlijke herkansingsregeling is voor alle studenten. Dus voldoendes moeten ook herkansbaar zijn. Daarnaast willen wij ervoor zorgen dat alle hoorcolleges direct online komen te staan, ook post-corona. En dat de universiteit een doelmatig duurzaamheidsbeleid gaat voeren. Waar symboolpolitiek niet meer centraal staat, maar echte, efficiënte maatregelen. Vele dingen, zoals het kleinschaliger maken van het onderwijs en het verlagen van de werkdruk onder docenten en studenten. Maar wat er per direct moet veranderen, is dat wanneer 15 juni de universiteit weer deels open mag gaan, dat studenten waarvan nu de privacy wordt geschaad door proctoring, dat zij de mogelijkheid krijgen om hun tentamen op de universiteit af te leggen.